Ja, dan kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video in Mindtopia. En om beter te zeggen, Cutraxia. Want ik sta nu in Cutraxia natuurlijk. Want, zoals jullie weten, is de server van Mindtopia openbaar geworden voor degenen met een whitelist die dat gekocht hebben voor 5 euro's voor een maandje. En dan kan je lekker met ons Mindtopia spelen. Ik ga nu in een beginstad genaamd Cutraxia. En het is eigenlijk de dag, of 2 dagen na de lancering. Het is nu maandag, dus ik neem het op de dag zelf. En zoals jullie kunnen zien, is het vandaag in Ark. Want jullie zeggen van, nou duw, waarom is geen Ark? Weet sommigen het sowieso gaan zeggen, waar is Ark, waar is Ark? Nou, vandaag geen Ark, omdat het weekend waar ik het in wou opnemen, dus eigenlijk dit weekend natuurlijk, was er een PvP-event op de server van Joost. Waardoor ik dus niet ging Arken, want ik ben niet zo goed in Ark PvP natuurlijk nog. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon extra Mindtopia voor jullie doen. En ik denk dat jullie er niet om gaan klagen, want ik bedoel, yo, Mindtopia is super awesome, dat vinden jullie ook allemaal. Dus bij deze, welkom bij een extra Mindtopia video. Ja, zoals je ziet ben ik natuurlijk niet aan het spelen. Ik ben nu aan het vliegen en de hele server is nu op een moment leeg. Want ze zijn nu bezig met alles servers één van één op te starten. Want ze hebben de player count omhoog gezet naar 4000. Lag vrij. Dat heeft geregeld door hier. Dan zie je hem, de Wiz, dat is natuurlijk Roland. En heb je een andere nog. Dat is Laurens, 96 Clear. En Xas en Zoom, die hebben de hele nacht doorgewerkt om dat te fixen. Dus dat is super awesome. Alleen op het moment kunnen alle moderators en admins allemaal inloggen. En bij deze ben ik het dus ook. Nou, deze episode ga ik even niet roleplayen. We gaan niet langs Cosmopolitan. Ik ga even laten zien wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd. We staan nu in Mindtopia. Vandaag gaat ook een Mindtopia nieuws natuurlijk op DDC. Als ik het op tijd kan inleveren, als mijn internet wil meewerken. Maar, ik ga nu in Cutraxia. Het gaat dus nu als volgt. Wat heel belangrijk is ook. Normaal gesproken is Cutraxia helemaal vol. Er zitten 100.000, nou 100.000. Er zitten 1000 man op de server en heel veel zitten te chillen in Cutraxia. Daarom heb bijvoorbeeld ook iets gebeurd, er is een monopolie iets gebeurd, zeg maar, in de monopoliepositie van deze winkel. Er was een winkel genaamd de Imperials van de supermarkt. Die hebben voor heel veel geld hebben ze eten verkocht, want ze waren de enige voedselwinkel. En daar hebben ze echt goudgeld mee verdiend, ze hebben 400.000 euro hiermee verdiend in 1 dag, dus in 24 uur, echt belachelijk veel geld. En daar hebben ze een extra winkel mee geopend, nu in Rolandia. Dat is hartstikke slim, hartstikke tof, goed gedaan, zeker weten, en... Daarom had ik op een gegeven moment een andere gast, een paar chappies, die vroegen aan mij van deel mag voor je appartementen leden. Want wij willen ook een gebouw en er zit om eten te verkopen. En die staat nu hier. Dat is dit gebouw. Is ook een extra voedselwinkel genaamd de Walmart. Die kwam er als tweede bij. Hebben ook heel veel geld verdiend. Zit ook ongeveer alweer op een winst van 120.000 of zoiets. En toen kwam er een ander winkeltje aan. En dat is dit winkeltje. Ik vind hem heel erg leuk. Ik heb hem zelf ingericht. Want ze vroegen mij om advies natuurlijk. Van hey deel, advies. Want we willen een winkeltje inrichten, vriend van mij. En heel mij even mee. Dus ik ga het even laten zien. Dit is de voedselwinkel genaamd Foodtraxia. Natuurlijk Foodtopia. Foodtraxia. Hartstikke slimme dag natuurlijk. Het koopste van de stad. Nou, we gaan naar binnen. Het gaat als volgt. Je komt hier binnen. En dan is natuurlijk deze hekjes dan open of dicht. Nou, deze zijn altijd open bij ze. Want dat heb ik voor ze gewoon gedaan. Alleen moet ik hier in de achterkant eventjes... weet je wat ik ga doen? Nee, ik ga het niet doen. Ik ga niet dingen slopen. Nou, dan gaan ze dus het deurtje open doen voor je. Of ze doen het deurtje niet helemaal niet open voor je. Het gaat als volgt, doe ze het deurtje voor je open hier zo en dan ga je hier staan en dan doe je het deurtje weer dicht voor je. En dan sta je hier te bestellen. Dan bestel je bijvoorbeeld, ik wil 20, je ziet hier staan, 1 kip is 40, 1 appel is 50, kort op 80, brood is 30. En dan ga je dus bestellen wat je wil hebben, helemaal goed gedaan. En wat zij dan doen voor jou is eigenlijk het deurtje hier openen. Het probleem is alleen, ik kan hem nu niet openen, dus ik ga lekker in game mode 1. Want nu mag dat eigenlijk op het moment dat de server is toch nog even dicht. Nou, dan ga je dus naar binnen, gaan ze hier dus staan voor jou, je hebt het dus besteld, hartstikke leuk. Nou, oké, mooi. Doen ze het deurtje voor je open, als je wilt werken natuurlijk. Dus dat is, kom op, nou werken ze even mee. Dan doe ik een extra lever. Wat liever mag ik iets zeggen voor jullie, worden jullie boos ofzo? Nou, waarom doet die shit het nou niet? Nou. Kom op, ga eens werken. Hij hoort op te werken gewoon. Dat is toch, wat is dat voor lame ass bullshit? Kom op, hoppakee, het staat er nu. Ja, en dan nog een keer. Lever, 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 lever. Liever, 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 liever. Oké, dat is wel echt vaag. Ja, goed. Ik ga het andere keer fixen, want sorry, ik heb gesloopt van ze. Laat ze hier binnen. Nu is ze hier binnen. Eten. Hoppakee, geef ze je eten. En dan mag je de achterkant hier zo er weer uit. Hoppakee. Dus 1 doorloopsysteem. Ze kunnen niet vanaf hier terug naar binnen bij jou. Dat kan niet, want dan word je dus geslagen door de politie. Is dat duidelijk verboden toegang? Aan de andere kant, dit is de uitgang van Cutraxia. Leuke winkel. Ze hebben een soort appeltje natuurlijk, een soort van Red Light District. Hebben ze gedaan. Naast mijn appartementencomplex hebben ze dat neergezet. Dus dat is hartstikke slim van ze. En deze is dan steeds voorkomen. Heel veel mensen willen het kopen. Voor degene die weet hoeveel het kost, het is heel erg simpel. Het kost namelijk, het kostte namelijk 30.000 per stuk. 30.000 op de onderste begane grond en 35.000 hier op de bovenverdiepingen. Mooi huisje. Je hebt gewoon, heb je en een plot en appartement. Heb je in ieder geval, als het goed is, al een leveltje omhoog. En het kost maar 30.000. En dat is hartstikke tof op een hele mooie locatie.
Nou, hier is nog een voedselwinkeltje geopend genaamd Cheaptopia. Dat loopt niet zo goed, want ja, ze hebben ook best wel een vrij saaie indeling, eerlijk gezegd. Maar op zich, hey, voedselwinkel verkocht. Dat doen ze hartstikke goed, ze verkopen voedsel. Dan is er nog iets gebeurd. Hebben ze aan de achterkant hier nog een extra winkeltje geopend voor alleen maar brood en mutten. Schapenvlees. Het is leuk gedaan. Ik bedoel, dat hebben ze gewoon gedaan. Dit is een plotje wat ik zelf ooit had. Die heb ik verkocht voor 30.000. Dat heb ik verkocht voor 20.000. Hartstikke slim namelijk, want ik heb namelijk ook goed nieuws voor jullie. Ik heb een serie, die ga ik starten. En die starting gaat starten, ik denk deze week ergens. Want ik ga nu heel veel proberen op te nemen. Hoe ik van een speler, van een zero, dus iemand met 5.000 euro, net als jullie, level 1. Niemand weet wie ik ben op dat account. Sommigen weten het nu natuurlijk wel, want ik heb ze gesproken op Teamspeak. En toen hadden ze me geholpen. Van level 0 account naar een naar een succesvol account ben gegaan. En daar ben ik mee bezig. Het is wel grappig, David had ook niet door dat ik het was. Op een gegeven moment waren we gisteren bespreken met allemaal mensen op Teamspeak. En er werd op een gegeven moment, oh wauw, deze naam, Huppelepup. Ik ga natuurlijk die naam nu niet zeggen nog. Want zodra die natuurlijk mijn naam, als die video's online komen, dan weet iedereen wie ik ben en is het niet meer eerlijk. Dus daarom probeer ik in 2 dagen zoveel mogelijk geld te pompen. En te verdienen op dat account. En voor jullie natuurlijk op te nemen hoe ik dat gedaan heb. Om natuurlijk jullie te helpen met advies. Met dat account ben ik gewoon veel aan het verdienen op een normale manier. Je ziet mij gewoon op straat zien met dealen. Je ziet mij illegale handelingen doen. Bijvoorbeeld gewoon, je mag eigenlijk op Mindtopia of in contractia mag je eigenlijk niet verkopen op de straat. Het mag eigenlijk niet. Maar ja, als de politie je niet oppakt, yo, doe het. Wij hebben gewoon, gisteren, ik ga het alvast geven, een tip. Wij hebben gewoon, de vrienden van mij, mijn groepje, hebben letterlijk bij het politiebureau, was toen de tijd, kan nu niet meer, kon je gratis waterflesjes halen. Nou, hebben we gewoon een stack waterflesjes gehaald allemaal. En eentje begonnen mee, die ging letterlijk hier staan. Ik ga het laten zien, die stond hier bij de bank, bij de lanceerdatum. Ging hier staan. Yo mensen, ik verkoop waterflesje. 1 waterflesje voor 400. Speciale deal, 2 waterflesjes voor 700. Heeft hij gratis afgehaald, hè? Heeft hij gewoon 9000 euro mee verdiend. Ik heb er zelf gisteren op dat account, dus op mijn tweede account ging ik het ook gewoon doen, heb ik er 2000, 3000, 4000 euro mee verdiend. Het is super snel gegaan. En omdat mensen gewoon inderdaad niet opletten. En gewoon niet nadenken vooral. En heel erg makkelijk opgelicht worden. Want je kan heel makkelijk oplichten op de server. Het kan. Je kan het altijd riskeren. Verzin iets leuks, verzin iets goeds om dat te gaan doen. Dus dat is hartstikke top. Dus Contractia is een stad met veel oplichters. En het is gewoon ongelooflijk druk. En het is super gaaf inderdaad. Ik bedoel, als je voedsel gaat kopen, koop lekker bij de Foodtractia je eten. Of bij de gasten, Imperials, lekker je eten. Koop lekker ergens je eten. En dat is hartstikke top. Een tip is inderdaad ook in die video die ik je geef. Daar zie je mij samenwerken met de groep. Want dat is iets wat ik je zeerste aanraad. Ga lekker in de groep werken, dat is alles samen. En start een bedrijf. Nou, heb je een bedrijf, start even bij de inkoop. Kan je de kleding halen voor je bedrijf. Of je kan daar het eten halen voor je bedrijf. En dan moet je minimaal, ik ga het even naartoe vliegen. Nu mag het allemaal gelukkig, hè, lekker. Minimaal voor 10.000 inkopen. Dus je komt hier aan, zeg maar. Het is heel druk af en toe, want iedereen wil hier inkopen. Je ziet allemaal petjes, shirtjes en broekjes. Je kan allemaal inkoop bij ze. Het kan allemaal. Het mag, maar mensen doen het allemaal niet. Dat is grappig. Nou, dan ga je er naartoe. Even kijken, waar stond die rij ook weer? Waar staat de kassa? Is hier. Dus je komt eigenlijk meteen binnen, ik ben langs gelopen. Nou, normaal gesproken gaat die open, ik zoek geen werknemers. Dus solliciteren is volkomen onzin, nutteloos. Ga je voor dus niet in de rij staan, want het kan gewoon niet. Inkomen vanaf 10.000 euro voor werk. Dan krijg je geld. Dit wordt geld alles wel voor boeken en bottles. Dat mag je voor minder doen. Gesloten. Laat je boekje met bestelling achter in de droppers hierachter. Nou, je hebt achter ook droppers natuurlijk. Daar kan je dus inderdaad je bestelling doen. Hartstikke slim. Daar dus. Hier kan je bestellingen droppen. Dan kunnen ze het lezen. Dan wordt het op een gegeven moment wordt geld automatisch van je bank gehaald. Zo. Dit is Maaike DDG Love. Die gaat hierover. En die doet het hartstikke goed. Dat was gisteren leuk. Want ze bij haar in de rij netjes gewoon. Ik heb gewoon een half uur in de rij gestaan. Net als iedereen anders. En ik in de rij. Tot ze me hielp. En uiteindelijk nadat ze me pas geholpen had. Was het van nou. Leuk, dus ik van, nou Maaike, ik was diegene. Dus Maaike weet ondertussen ook al hoe dat account heet. Dus ik mag in 2 dagen tijd, moet ik even zoveel mogelijk pompen. Om zoveel mogelijk geld te verdienen. Waardoor ik dus in 2 dagen tijd gewoon heel succesvol ben geworden. En dan laat ik zien aan jullie hoe ik het kan doen in 2 dagen. En laat ik echt gaan zien aan jullie. Jullie kunnen dat ook. Want heel veel zijn onder de instelling van, ja, alleen YouTubers kunnen dat. Of alleen die kunnen dat. Of dat kunnen dat. En dat soort gasten. Nee hoor, jij kan het ook. Maar je moet wel actie ondernemen. In mijn video ook. Ik log in. Je ziet mij inloggen in de eerste video van die serie. Waar ik inlog en ik ga gewoon meteen aan de bak. Hè. Ik begin meteen, yo jongens, dit zijn mijn vrienden. Dit zijn mijn gasten, wat gaan we doen? We gaan naar de fucking bank. Oké, goed. Wat gaan we doen? We gaan de bank hebben geld geleend. Oké, top. Wat gaan we doen? Een plot halen. Gaan we naar de gemeente? Gaan we gemeente aanvragen doen? Huppakee. Iemand komt op de plot, ik ga dat doen, jij gaat dat doen, ik ga naar de inkoop. Tak. Gewoon aan de slag. Want ik zie veel zo'n mensen, die lopen gewoon letterlijk wat nu de mossen aan het doen zijn. Een beetje zo. Ja, een beetje springen, een beetje sprinten, een beetje zwemmen in een zwembad waar je niet mag komen, een beetje op daken lopen. Allemaal eten kopen gewoon, want dan gaan ze doen, nou. Ze vervelen zich de hele dag, dat is wat ze letterlijk doen, ik heb het letterlijk zien gebeuren. Nou, oké.
Ja, ik verveel me, man. Ja, wat moeten we doen in Mindtopia? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nou, goed, laten we eten kopen. Nou, mag ik 5 broodjes? Ja hoor, dan gaat de achterkant eruit. Dan lopen ze weer een rondje. Ga ze het gewoon nog een keer doen. Joh, zo ga je nooit succesvol worden. Zo raak je alleen maar steeds langzamer, maar zeker je 5000 euro kwijt, je startersgeld. Want heel veel mensen zijn dat ook al kwijt. Over banen gesproken, er zijn al eenmaal weinig banen. Ik kom binnenkort, heb ik wel gehoord, een extra uitzendbureau. En het uitzendbureau natuurlijk, die kan werk voor je zoeken, dus dat is hartstikke slim. Maar een tip van mij is inderdaad, ga gewoon aan de slag. Vraag een lening aan, koop een huis. Als je veel online bent, zeker koop een huis. Want dan krijg je als het goed is een hoger level. En als je dan heel veel speelt, krijg je dat geld weer terug. Als je 2000 per dag moet afbetalen per week. Je krijgt level 2 krijg je dan 400 euro per keer. Dan moet je 4 uur online zijn en heb je je lening afbetaald. Heb je in ieder geval een huis. Dus, en dat ben je sowieso wel 4 uur online als je Mindtopia echt leuk vindt. Dus dat is hartstikke tof. Dat is eigenlijk vooral hoe contractie aan zijn werking gaat. Ook bij de bank, gewoon naar naartoe gaan. Als level 1 kun je wel een lening aanvragen, maar niet veel. Ik bedoel, je kan dan niet komen, mag ik 500.000 euro lenen of 50.000. Dat houdt in dat je 5.500 euro per week moet terugbetalen. Het gaat je niet lukken op level 1. Dat echt niet. Als je geen booming business hebt, geen groot bedrijf of zo, geen goed bedrijfsplan, dan gaan ze je niet helpen in de server. Ga dan niet blijven zeuren en schelden en bla. Of de bank doet het niet goed. Nee, je komt gewoon niet de aanmerking voor een goede lening. Dat is gewoon iets dat helemaal niet kan. En het is gewoon heel erg druk bij de bank op het moment. Dus het is gewoon lastig om daar een lening te krijgen. Dus als je er komt, kom met een goed idee. Kom met een goed plan. Laat zien dat je welk level je bent en wat je ideeën zijn. Want Sandy die werkt daar, Shandy, die staat er echt voor open. Die heeft mij geholpen op mijn andere account. Echt helemaal top gewoon. Die zegt van, ik kom gewoon aan bij haar. Ik zeg, luister jongens, ik luister Sandy. Ik ben met 6 mensen. Ik wil graag een lening van 20.000. En ik wil meteen een plot kopen. Dit plot, hoeveel kost die? Die kost 30.000. Oké, mag ik wel een lening van 30.000 hebben? We zijn met z'n 6, dus kunnen we makkelijk terugbetalen. Dit zijn mijn boys, die ik ze allemaal zien. Dit zijn mijn gasten die ik ben. Dat zien dat ik met 4 man was. Van, oké, top. Dus we kunnen het in ieder geval terugbetalen. En we willen meteen een plot kopen. Het plot hiernaast of zo. En die kost 30.000. En dus voor mij geen geld te geven. Heel makkelijk uitgelegd en zo heb ik het geregeld. Dus dat is hartstikke top. Hetzelfde geldt eigenlijk voor 2 andere steden. Want heel veel zijn 2 andere steden. Zijn ook level 1 geworden waar je gewoon naartoe kan. Dat is Rolandia en Greydale. En dat zou ik zijn zeerste aanraden. Omdat Contractia zo druk is. Zoveel gedeeld wordt. Zoveel illegale handel is. Dat het gewoon eigenlijk bijna onmogelijk is om daar gewoon bijna normaal te spelen meer. Ga lekker naar Contractia. Of naar Rolandia. Hier Rolandia is vet rustig. Is dat daar een gigantisch voedselbedrijf van Marnik. Hier staat nog een voedselbedrijf, of is het een voedselbedrijf, hier is een ander gebouw, is nu een aanbouw, holy fuck, dat is heel groot. En dit is van een speler, hè, dit is van, gekocht door die gasten van de voedselwinkel, en die hebben nu al dit in hun winkel staan. Het is echt insane gewoon, hoe groot het is. Het is echt heel erg groot, het is echt super vet, super cool gedaan, jongens, dit is echt wauw. Prachtig, ik bedoel, het zijn gewoon de spelers, hè, dit waren geen mods ofzo, het zijn geen rare chappies, geen YouTubers, nee, normale spelers. Nou, hier staat ook iets. Hier iets anders, de enge loterij. Oh, dat is iets wat eigenlijk niet mocht. Dus dat gaat dan nog veranderd worden. Dus dat is hartstikke goed. Maar dat gaat dus allemaal heel hard allemaal vooral. Dus Rolandia, pak je kansen nog. Want in Contractia hebben bijvoorbeeld voedselwinkels. En in Contractia zijn er dus wel 5. Heb ik dat al laten zien. Ga dat niet meer doen. Voedselwinkel of Contractia, niet openen. Zeker niet, zal ik je niet aanraden. Voedselwinkel Rolandia, go for it. Kledingwinkel Rolandia, go for it. Ga een plot kopen voor 20.000. Zoek het goedkoopste plot uit. Verkopen voor 25.000. Dat is 5.000 euro winst. En ja, dat ga je verkopen. Want mensen willen plots. En die vinden het lastig om bij de bank te gaan. Hebben er moeite mee. Moeten ze in de rij staan. Als jij het gewoon al gekocht hebt. Dus jij hebt in die rij gestaan. Koop ze het heel snel van je. Verdien je gewoon 5.000 euro. Gewoon door een uurtje. Even een uurtje aan de slag te gaan. Dus dat is eigenlijk vooral mijn tip. Ga aan de slag. Kijk vooral die serie eraan natuurlijk. Van Zero to Hero heet het eigenlijk. Van nul tot held. Dat is eigenlijk de bedoeling vooral van die serie. Is inderdaad om gewoon laat zien jullie hoe je makkelijk geld verdient als je maar gewoon aan de slag gaat. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van Vanish. Het mag eigenlijk niet zonder van de Vanish. Om gewoon echt aan de slag te gaan. Want dat is eigenlijk het belangrijkste in Mindtopia. Ga niet lopen rondkutten. Nee, ga lekker aan de slag. Alright mensen, ik heb gewoon een video gemaakt nu van 20 minuten lullen van hoe en wat er allemaal aan te komen. Hopelijk heb ik jullie bedankt voor het... Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Dat is hem. Dank voor het kijken. Hopelijk vond je het hartstikke leuk. Zie jullie graag in de volgende video. Doe alsjeblieft lekker een blauw duimpje omhoog achter als je het awesome vond. Zie ik jullie graag in de volgende. Hopelijk hebben jullie zin in een nieuwe serie van Mindtopia. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Laat hem dan eens zien. En natuurlijk,